Het is heel bijzonder dat mijn werk getoond gaat worden samen met het werk van Anna-Therese Keersmaker en Trisha Brown. Ze zijn natuurlijk altijd voorbeelden geweest. Ik denk echt iconen van de hedendaagse dans. De twee stukken die ik ga presenteren zijn allebei heel erg op de muziek gemaakt. Terwijl het wel heel verschillende stukken zijn. On Speed is een stuk uit een avondvullende solo die ik voor mezelf gecreëerd heb in 2021. Elizabeth Gets Away. Een gedanst portret van een claveciniste met een heel hedendaags repertoire. On Speed is eigenlijk de eerste solo die ik voor mezelf gemaakt heb, die ik ga aanleren en instuderen met mijn nieuwe dansers, met Nicola en David. En heel bijzonder om te zien hoe ze dat materiaal eigen maakt, hoe het nog virtuozer wordt. Het is een soort van gevecht met die klavecimbal. Een vertaalslag van elke noot dat door de snelheid heel moeilijk wordt. De danser gaat in overdrive, gaat moeten proberen om die virtuositeit van de klaveciniste te volgen. En soms hinkt je een beetje achterop en dan moet je jezelf weer oppeppen om daar te geraken. Het is bijna onmogelijk om alle noten te halen. Terwijl het stuk van Graciela Paraskevaidis voor Graciela Quintet is een stuk geschreven voor 5 muzikanten, live uitgevoerd. Dat is een samenwerking met het Hermes Ensemble, ook 5 dansers. En heb ik dus eigenlijk elke danser gelinkt aan 1 instrument. Waardoor dat die structuur van die muziek duidelijker wordt. En ik hoop door dat combineren, die muziek met die dans, dat dat toegankelijker wordt. Ik vind het een heel spannende compositie, omdat er dus eigenlijk beslissingen door de muzikanten genomen moeten worden op het moment zelf. Het gaat heel erg over het reactievermogen ook van oké, en nu gaan we terug beginnen bewegen. En dat maakt het heel spannend en heel alive, denk ik. Ik denk dat mensen die naar deze avond komen kijken eigenlijk een heel diverse avond tegemoet gaan. En ik denk dat je lijnen kunt zien in die dansgeschiedenis en hoe werk elkaar beïnvloedt.